Nou, de naam Triffid, dat verwijst naar de Triffid Nebula of de Triffid Nevel. Dat is een gedeelte in de Melkweg, waar een jonge plek waar veel ontstaat, veel aan de gang is en nieuwe sterren ontstaan. En dat hele gebied is eigenlijk door drie gebeurtenissen verschenen. En nou, dat hebben we als leidraad gepakt voor deze groep. Dus al onze muziek, al onze composities zijn ook geschreven met dingen uit het heelal in gedachten. Ja, ik denk dat het voor elk instrumentalist geldt dat je verliefd raakt op een instrument. En ik ben vroeger begonnen met piano spelen. En uiteindelijk is mijn hart een beetje gegroeid naar slagwerk. En ik heb ook marimba gespeeld. Ik heb alle klassieke slagwerkinstrumenten gespeeld. En daarna, tijdens mijn conservatoriumstudie, ontdekte ik eigenlijk de vibrafoon. En daar werd ik echt super verliefd op. Dus. Helemaal uit mijn hoofd, want er zijn heel veel dingen. Nou, we beginnen natuurlijk vanavond met Triffid. Het is trouwens het eerste concert weer van dit seizoen met Pro Jazz in Dakota. Volgende week de 12e doen we mee met Mondrian Jazz, het grote jazzfestival samen met het paard. In het Korenhuis hebben we Shai Maestro staan. Hans Dulver hebben we hier nog in Theater Dakota met een Leadbelly programma. Vee Klaassen. We hebben nog de Soul of Spanish Harlem met onder andere Sherma Rouse. Nou, zo gaan we eigenlijk door. We gaan nog naar de Nieuwe Kerk. We hebben nog Jasper Blom trio. Het is eigenlijk te veel om op te noemen, dus ik zou zeggen, kijk in ieder geval ook even naar onze website. Begin 2015, toen kreeg ik het verzoek van Jazzbos, jazzfestival in Berg op Zoom. Toen dacht ik van, nou, dat is een mooie gelegenheid. Het was in de synagoge, prachtige akoestiek. Het is een mooie gelegenheid om met Vincent en Matje eens een keer te proberen op wat dat oplevert. En het was een hartstikke fijn concert. En we hadden allemaal zoiets van, nou, hier moeten we wat mee. En toen zijn we verder gaan denken, gaan schrijven en repeteren. En nu presenteren we in dit najaar onze debuutplaat. Hebben jullie echt nu zeg maar een soort toerneetje, of hoe zeg je dat? Zoals je het zou kunnen noemen, een klein toertje, ja. Ja. En dat is puur ter promotie van de cd ook? Ja, in principe wel. Ja, het is een programma van de cd. Ja. Het enige is dat er niet overal echt specifiek voor vibrafoon is geschreven, dus dat is nog wel heel erg in ontwikkeling, omdat het instrument nog super jong is. Inderdaad een live opname opgenomen in het Beaufort-huis in Austerlitz, een hele mooie locatie. We hebben die dag samengewerkt met twee gastmuzikanten, Oene van Geel op altviool. En spontaan tijdens de opname begon hij te zingen. En dat is uiteindelijk op de cd gekomen, dat deed hij prachtig. En Teus Nobel op flugelhorn. Thank you.
ontzettend leuk om verschillende locaties te verbinden met een specifieke programmering. Dus in de Nieuwe Kerk doen we vaak veel meer dingen op het snijvlak van klassiek. Bijvoorbeeld met Rembrandt Frericks, die daar ook speelt. En in het paardcafé is het veel meer de schuurderige kant van de jazz. Dus bijna een beetje het rock. Het past een beetje bij de plek. Vincent en ik, die schrijven met z'n tweeën voor de groep. En hoe ze tot stand komen, ja, dat is heel verschillend. Soms is het een uitgewerkt idee, van begin tot einde, duidelijk. Soms zijn het vele kleinere ideeën en is zo van, ja, weet je, ik heb dit in gedachten, laten we gewoon eens kijken wat we ermee kunnen. En dan ontstaat iets en dan ontstaan er nieuwe ideeën en soms is dat, kunnen we daar meteen mee verder, soms is dat de trigger voor degene die het geschreven heeft om weer verder met het stuk te kunnen. Dus het verschilt heel erg. Ik heb onlangs een van mijn allereerste solo-werken van jaren terug heb ik uitgeschreven in notenbeeld, zodat andere mensen dat ook kunnen leren spelen. Eerst zijn wij zijn niet echt een jazz trio. We maken veel gebruik van dingen die in jazz gebeuren en dat is heel veel improvisatie. Maar dat is geen nummer die wij in swing spelen bijvoorbeeld. Er is ook een grote klassieke inslag. Er zit heel veel minimalisme in onze muziek. Er zitten ook veel tango-invloeden. Er zijn meer groepen die een beetje op dat pad zitten, zeg maar. Instrumentcombinatie, die is wel bijzonder met vibrafoon, bas, accordeon. Ja, zowel vibrafoon als accordeon zijn allebei geen instrumenten die heel veel voorkomen.